even verder met uitbreiden. Even kijken, hoe, heb je al helemaal een... Ik heb een nooit 30. Wow. Nice. Dan heb ik ze hier niet gehad. Zo. Het wordt al donker. Man, ik gooi ze hier neer, hè? Ja. Dan moeten we oppassen dat we niet een donkere plek hebben, want dan zijn wij ook... Nou, ze spawnen niet zo snel hierop, hoor. Ah, wij kunnen ook een fornuis bouwen dadelijk even. Ja. Waarvoor? Geen idee. Om toortjes te maken. Ah ja, ja, heb je daar fornuis voor nodig? Volgens mij niet, hoor. Jawel, dan moet je met hout... Oh ja, 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 we hebben geen kool, natuurlijk. Ja, 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 ja. Hoeveel saplings hebben we? 2 of zo. En er staat okay. Er eentje. Eentje staat er, mooi. Dan zijn we dat in ieder geval veilig. Hoeveel dirt heb je ondertussen al gepakt? Best veel? Niet veel, maar dat ligt een beetje in de 8 stukken in de chest. Ja. We kunnen dadelijk ook dan gaan beginnen. Oh, de vloer gaat eigenlijk weg. Juist, Manik. Nee, dan kunnen we dadelijk ook beginnen met een farm. We hebben nog geen seeds, maar die zijn op dat eiland te vinden, toch? Daarop spawnen volgens mij ook monsters. Dus misschien kunnen we dadelijk, als het er dag is, daar naartoe gaan met wat cobblestone. En dan die kist tegenhalen. Ja, goed idee. Hoeveel zou je ervoor nodig hebben? Volgens mij valt het wel mee, hoor. Ja, ik zet die toortjes niet op de hoek van het eiland, want dadelijk als wij hier afslaan, dan zijn we ze kwijt. Ja, ik zou in ieder geval wel een randje maken, zeg maar, van cobblestone omheen. Dat wil je zeker zijn dat het niet afrent of zo. Vooral in jouw geval. Oh zo, ja. Maar we moeten even kijken hoe groot het eiland is. We kunnen later natuurlijk ook uitbreiden, alweer. Ja. Oh. Maar deze deur, die kan nou... kan weg. Oké, ik heb er 17. Ja, ik kan er gewoon onderdoor graven. Laat die boom maar zo staan op dat niveau. Ja. Ja, daar maar zo. Doe ik nog een laagje... nog een beetje eromheen en dan ga ik erop bouwen. Oh wacht, kunnen we... Nee, je moet wel zo. Ik kan daar ook die farm gaan maken, als je wil. Ja, we moeten ook eten fixen, dus ja. Ik heb cobblestone nog, heb ik genoeg of niet? Sorry? Ik heb niks meer. Ik heb wel sand, hier wil je sand. Ik heb cobblestone, dus ik ga nou even wat aanleggen voor farm. Wat ik ga doen is, maak hier een stukje cobblestone, waar aan de zijkant ik de deur doe. En daarop maken we dan farm van. Want hier gaat daar water overheen lopen. Oké, ik ben benieuwd hoe jij het wil gaan doen. Eens kijken hoe dat ver het water ook weer liep. Kijk. Oh shit. Nee, maakt niet uit. Maakt niet uit. Oeh. Is goed. Ik ben aan het kijken hoeveel farm we kunnen gaan maken dadelijk. Nou, we hebben echt heel veel dirt. Ja, we kunnen nooit genoeg hebben, man. Ik kan nooit genoeg hebben. Deze staat nu even af. Hier stopt het. We bouwen alles wel op verschillende hoogtes nou. Ja, maar dat kan niet anders, hè? Bij dit. Nou hebben we dus een cobblestone generator. En we hebben een farm. Op hetzelfde niveau, zeg maar. Heb je nog cobblestone? Ja. Dit kan ik... Die haalt er niet. Mag ik er 3 hebben? Wacht even hoor. Zo. Kan ik nu even wat cobblestone pakken? Ja, hier heb ik cobblestone. Met de pickaxe. Heb je pickaxe ook nodig? Ja, ik maak een nieuwe, dat kan ook. Ja, maak maar een nieuwe, hij is bijna op. Dat jij die heb even gebruikt. Ja, kijk. Zie je wat ik nou heb gemaakt? Hierop, aan deze kanten, waar het water stroomt. Mm-hmm.
kunnen we daar gewoon... We kunnen hem nog langer maken eigenlijk, hè? Ja, dan... Je moet van met water weer zo hoog mogelijk beginnen. En gewoon naar beneden laten lopen. En dan kun je... Dit is nou dus zeg maar één niveau wat we nu hebben. Maar je kan dus gewoon een heel vierkant maken, zeg maar. Het water gewoon naar beneden loopt. Mm-hmm. En dan heb je een heel groot stukje farm. De boom is ook al klaar, zie ik. Oh ja? Oh, wow. Zo. Hoeveel cobblestone had jij? Ik heb er nog een paar. Ik heb hier een paar in de chest gedaan, ja. Ik heb ook 12 nou. Ondertussen, oké. Ik pak even de bucket. Ik stop even de cobblestone generator. Een seconde. Wacht even hoor. Oh, goed. We kunnen nou we kunnen al deze dirt kunnen weghalen. Deze kan ook nog. Want dan maak ik hem gewoon geheel van cobblestone. Snap je? Mm-hmm. Nou, dan kan ik nou eigenlijk wel een... Onze spawn. Een bel maken. En dan kunnen we dadelijk... ik kan trouwens de water kunnen daar ook naar beneden doen. Eentje lager. Als je dat handiger vindt. Ja, dat is misschien... Als je dan ook een goede cobblestone generator kan maken, dan... Dat is waar. Dat moet ook nog kunnen. Ja, niet dat we dadelijk een... Dat gaat niet lukken dan, denk ik. Nee. Nee? Denk ik niet. Oh. Moet even kijken. Hier gaat die 1 naar beneden, hè? En dit is niveau 65. En dit is niveau 65. Nee, dat gaat niet. Ja, dat gaat trouwens wel, alleen dan stroomt het water naar beneden, zeg maar, de afgrond in. Dat kan, maar het ziet er niet mooi uit, maar doen we dat. Ja, nou. Ja, wel, dat veiliger kan wel. Is voor ons. Het is veiliger. Ja, het is nou hoger. Ja, dan is hij gewoon een stuk lager. Kan je doen. Oppassen het water niet weghalen. Oeh. Zo. Oké. Dan doen we dit. Oh, waarom haal je die dan? Oh, jij gaat helemaal alles veranderen nou ofzo. Ja, ik ga hem niveau laag maken. Moet het eiland ook groter of nog niet? Ja, je mag gewoon uitbreiden. Je kan dan misschien beginnen met een volgende challenge. Ik weet niet wat we nou moeten doen. De volgende challenge. Bouw een huis. Nee. Ja. Nou, dan moeten we eerst even het eiland groot genoeg maken. En daarna? En de challenge daarna is, ga naar het eiland van zand. Dus dat eiland daar. Ja, ja. Oké. Dus dan hebben we nog 3 challenges openstaan. Even kijken, ook nog cobblestone hebben. Ik heb nog 16 cobblestone, 17 cobblestone. Maar die heb ik uitnodigd voor de generator. Ja, heb je even... is goed. Ja, je moet nog wel de generator maken, dus dat is wel belangrijk. Oké. Even kijken hoor. Marnik. Nee. Ik hou hem even op deze hoogte, want we hebben niet genoeg cobblestone, denk ik dadelijk. En dat is wel belangrijk dat we genoeg hebben. Dit is eentje naar beneden. En deze is 2. Hier moet ik laten. Zo. Pas op, hè, Lavizer. Zo. Ja, gaat die goed? Ja, en nou, hoeveel cobblestone hebben we? Hij is niet heel effectief nu, maar dat is momenteel niet het belangrijkste. We moeten veel cobblestone hebben. Misschien moet je gewoon 1 blokje ook nog naar beneden, jij zelf. Ja, dat maakt niet uit. Als je daar gaat staan... ik heb er nou 14. Zeg maar dadelijk als je klaar bent met je uitbreiden. Over een rand langs, weet je wel. Ja. Ik heb nou niks meer. Zeg maar. We hebben 21 dirt in de chest zitten, dat is wel nice. Ik heb nog 6 bij. Voor van de cobblestone. Generator. Oké,
Het eiland is nog best klein zelf, maar dat doen we later wel. Ja, en wat zijn nog meer de challenges die je hebt klaargezet voor ons? Nou, dit zijn de vier challenges die we moeten doen. Oké. Okay, eentje hebben we dus al voltooid, dus de cobblestone generator. Ja, maar wat is nou een fatsoenlijk huis? Ja, weet je wel? Gewoon heel simpel nu nog. Wat we later ook weer groter gaan maken. Oké. Okay. Oké, en Marnie, ben je ook nog van plan om echt zelf de spelletjes te gaan spelen voor een GameStop of nog niet? Ja, dan moet ik even kijken. Ik ben niet echt een pro-gamer of zo, maar een die-hard gamer. Ik speel graag spelletjes met meer multiplayer en zo. Dus Minecraft of Left 4 Dead multiplayer is ook wel vet. Oké. En kan ik jou misschien interesseren voor een spotje Lotro, misschien een aflevering met jou als gastspeler? Ja, dat lijkt me ook leuk. Ik heb het al eens eerder gespeeld en ik vond het echt een vet spel. Ja, het spel is al wel 7 jaar oud, maar ik vind dat het echt een leuk spel blijft. Ja, het is misschien niet het mooiste spel. Ja, nou, de graphics, ik weet niet. Je ziet wel dat het... Wanneer was het? 2007? 2007 was het gemaakt. Ja, dat kan je wel zien, maar... Dat neemt er niet vanaf dat het een leuk spel is. Cobblestone? Oh. Ja, ik heb er 33, maar ik moet even een nieuw pickaxe maken. Waar maken wij ons huisje eigenlijk van? Van cobblestone. Of van wood. Jij kan bepalen. Cobblestone vind ik het mooiste. En dan dat dak... Of van stone. Je kan ook stone maken. En van bricks kan je ook maken. Dat is van net wat je wil, Mark. Ja. Ik denk dat wij van hout doen en dan het dak van steen of zo. Van een, Ja. Ja, je kan ook gewoon die steenblokken maken en die kun je dan van die smooth bakstenen maken, zeg maar. Ja, maar dat is niet mooi, toch? Nou... Ik kan het gewoon proberen, weet je. En het is meer tijd, meer werk. Heb je al honger of niet? Ik heb nog helemaal niks. Ik heb er 2 van mijn lijntje af, zeg maar. Wow. Van de 10 of zo. Oké. Okay. Ik had wow, 30. Dat is juist. Zo, die boom heeft volgens mij niet genoeg plaats om te groeien. Nee, die niet. Die zeker niet. Oh, deze dirt kan ook weggaan, maar dadelijk. Dat is de bedoeling. Dus dat we dadelijk even die cobblestone generator verplaatsen, even water ergens anders in gooien en lava in de bucket. En dan... ik heb voor de cobblestone generator die we nu hebben, heb je 4 plaatsen nodig, zeg maar. Maar als we hem nu lager doen, hebben we wel het risico dat veel, op deze manier, dat er veel van onze cobblestone winst naar de afgrond wordt gespoeld. Oh, de cobblestone is er op. Maar ja, die cobblestone kunnen we altijd nog bij blijven maken, als we maar geen dirt verliezen ofzo. Kunnen we echt een huge farm maken. Ja, dat klopt. Ik heb er weer, je kan gewoon hierin in de water springen, daar kan dat niet meer. Dan moet je daar oppassen. Daar kun je even in gaan. Zijn er maar 3. Oh, ik heb 16 nog. Oeh. 19, oké. Okay. Nice.